Als ik een basisinkomen zou hebben, dan zou ik bij deze start-up blijven werken. Ja, sneller aan het werk, denk ik, voornamelijk. Beter voor mijn schoonmoeder zorgen. In plaats van mijn tijd te verdoen met een of ander prutbaantje. Hier niet meer hoeven komen, niet meer afhankelijk zijn van de UWV. Je ziet gewoon dat steeds meer werk wordt overgenomen door robots of door verdere automatisering. En ik denk dat dat de komende jaren alleen maar meer wordt. De gulden komt niet meer terug, het ziekenfonds komt niet meer terug, die vaste banen komen ook niet meer terug. Ik heb een WAJONG-uitkering en die is eigenlijk ingesteld voor mensen die zwaar gehandicapt zijn, maar niet voor mensen die nog arbeidsvermogen hebben. Ik heb een stukje WW, ik heb 2 0-uur contracten en ik heb aanvullend bijstand. En het is voor mij gewoon, ik ben intussen 59, probeer op mijn leeftijd maar eens een baan te vinden van 40 uur. Als mantelzorgers levert dat altijd wel wat stress op. Zeker door de week als het gaat om een dokter of een tandartsbezoek. En ook de avonden hier eten, wat ze erg graag doet, is altijd gehaast. Een basisinkomen is een onvoorwaardelijke, bijvoorbeeld maandelijkse uitkering die iedere meerderjarige krijgt. Zonder daar een tegenprestatie voor te leveren. Mensen zeggen met een basisinkomen word je lui. Dat is gratis geld. Maar iedereen die ze vragen wat ga je doen met een basisinkomen, die zeggen blijf erbij werken. Met een basisinkomen zou ik fulltime kunstenaar kunnen zijn. Ik denk dat mensen graag productief en nuttig bezig zijn. Dat ze juist ondernemender worden. Mensen willen gewoon wat doen en ze willen nuttig zijn. The evidence that we have here in Canada shows that people don't actually work less if they receive a basic income, necessarily. When we conducted a basic income experiment in the 1970s called Mincome in Manitoba, women took longer maternity leaves and young boys completed high school instead of dropping out when they were given a basic income. There is worldwide interest in a basic income, and in Finland, the country I come from, there is a 2-year pilot project. 2,000 unemployed persons will get 560 euro a month. It would be a big step for some people. Policy change like this is new or scary, but it's a necessary transition. Het basisinkomen, zoals wij het bij de Jonge Democraten hebben berekend, kost heel veel geld. Kost 164 miljard euro per jaar. En nou, dat klinkt als heel veel geld, dat is ook heel veel geld, maar zo'n basisinkomen zou heel veel bestaande overheidsuitgaven, zoals bijvoorbeeld heffingskortingen of de AOW, of bijstand en uitkeringen, overbodig maken. Als je dat allemaal wegstreept, dan blijft er nog ongeveer zo'n 20%, dus 30 miljard, van die 164 over. Als je de vermogensbelasting een beetje verhoogt en bijvoorbeeld meer belast op vervuiling, dan zit je daar al helemaal op. Dus het argument dat het basisinkomen per definitie onbetaalbaar zou zijn, is gewoon niet waar. En ik denk dat mensen veel meer rust hebben, minder stress. Ik denk dat je dan gewoon een beter leven hebt. Wil je ook een basisinkomen? Stem dan op 15 maart. Op een van de politieke partijen die je basisinkomen opgenomen heeft in het partijprogramma.